Goede vrienden allemaal. Hartelijk welkom op deze eerste mini-conferentie in het UNESCO-jaar in de spiritualiteit van Theresia van Lisieux. Het thema, de focus, ligt vanavond op: Therese, laat je weten. Ja, ik werd serieus beproefd in mijn geloof. En laten we het vooraf even stilmaken. Heilige Geest, verlicht nu mijn hart en mijn geest. Goede vrienden, Thérèse van Lisieux is een markante persoon in deze postmoderne tijd. Zelfs de UNESCO laat het ons weten. En haar leven zelf leek onopvallend gewoon, maar ze liet zich wel ontvallen. Ik weet het, iedereen zal van mij houden. En inderdaad, na haar overlijden verscheen haar biografie en brak er een lawine los van verering. En toch was de beeldvorming daarbij rond haar persoon tijdsgebonden. Vooral devoot. En ook de echte evangelische houtaders in haar boodschap bleven vaak onderbelicht. Ik verlang daarom met u alvast dit vernieuwend inzicht in haar spiritualiteit toe te lichten. Thérèse Martin groeide vanaf 1873 op. In een Normandisch gezin, je mag zeggen, een goed katholiek nest. Met mama, papa en vier oudere zussen. Ze was als jongste meisje zeker geliefd en eerder gevoelig. Ze had een sterke wil, maar werd soms toch wat verwend als koninginnetje van haar papa. Spiritueel doorleefde ze als kind volop reeds de aanwezigheid van God. Ze mocht piepjong intreden op 15 jaar in de karmel van Lisieux, want dat betekende haar levensroeping, haar droom. Maar het werd ook een serieuze uitdaging. Juni 1895 is voor Therese in de Karmel een extra lichtende periode, gelukkige periode geweest. In haar geloofsbeleving staat de hemel daar uitnodigend aan de horizon. Dat is voor haar een onaangevochten zekerheid, 100%. Een ongeloof over die hemeltoekomst. Komt haar voor als iets onbegrijpelijks, onvoorstelbaar. Ze vindt dat zo'n ongeloof wel een verdringing moet zijn van een evidentie. Ongeloof, zou je kunnen zeggen, tegen het betere weten in. In het verhaal van haar geloofsnacht zal ze schrijven: Ik verheugde mij toen in een zo levend en zo helder geloof. Dat de gedachte aan de hemel mijn hele geluk was. Ik kon mij niet voorstellen dat er mensen bestonden die geen geloof hadden in God. Ik dacht dat zij tegen hun eigen idee inhingen als zij het bestaan van de hemel ontkenden die mooie hemel, waar God zelf hun eeuwige beloning wilde zijn. Maar, met Pasen 1896 komt voor haar plots die andere zekerheid dat ze de ongeneeslijke ziekte van tuberculose heeft, meteen een aanwijzing, goede vrienden, van haar nakende dood. En diezelfde dag zakt ook haar onaangevochten zekerheid omtrent de hemeltoekomst echt als een kaartenhuisje in elkaar. Ze komt met de vraag en als er nu eens geen hemel was voor mij, als alles eens amen en uit was met de dood. Dat is het begin van een donker geloofsnacht omtrent de hemel. Het is een beproeving die achttien maanden zal duren tot aan haar dood op 30 september 1897. Nu, deze nacht is mee psychologisch te verklaren, maar God begeleidt daarbij dit gebeuren wel met zijn barmhartige aanwezigheid. Een liefhebbende en gevoelige Thérèse heeft namelijk vanaf haar eerste levensjaren de kwetsuur ervaren van het herhaalde gescheiden worden van de moederfiguur. Tot vijf maal toe. Eerst als baby van haar zieke mama, Zélie. Dan van haar voedster, Roos. En thuis terug in Lisieux overlijdt mama toen ze vier jaar oud was. En later volgt dan de scheiding van twee zussen die de rol... Van moederfiguur voor haar hadden overgenomen. Want ze traden binnen in de karmel van Lisieux. En deze geloofsnacht spitst zich toe op de vraag: Zal ik leven na de dood? Is er een hemel voor mij? Het is de, het onbewuste diep, mag je zeggen, van Thérèse, die in het aanschijn van de dood angstig vraagt. Zo. Zal ik wel beschermd worden in de dood? Zal ik niet opnieuw in de steek gelaten worden? Deze keer door moederleven, door moeder God. Zal ik niet vallen in de nacht van het niets? Maar, goede vrienden, er is meer. Er is nu bij Thérèse dit nieuwe inzicht. Ze erkent. Dat er inderdaad mensen zijn zonder geloof. Ze schrijft: Jezus heeft mij van binnenuit laten begrijpen dat er werkelijk mensen zijn die het geloof nooit gekend hebben. Bijvoorbeeld omdat zij nooit de kans hebben gehad om er iets of iets ernstigs over te horen. Maar ook mensen die het geloof zijn kwijtgespeeld door innerlijke ontrouw. Ze hebben deze kostbare schat namelijk verloren omdat zij niet ingegaan zijn op de geschonken genaten. Zeker, deze kreet vanuit haar onbewuste diep zal bedekt worden met vragen vanuit haar verstand, namelijk. De eeuwige vragen in verband met het hiernamaals. Maar Teres krijgt ook antwoorden. Het antwoord namelijk van het geloof. Jezus liet dus toe dat Theres werd ingepalmd door de dikste duisternissen. De gedachte aan de hemel, dat was nu een bron van strijd en kwelling. Je moet zelf, zegt zij, door die donkere nacht, door die tunnel gereisd zijn om te begrijpen hoe duister hij is. De dichte mist omheeft haar niet langer meer daarbuiten, maar dringt als een kille nacht in haar naar binnen. En alle beelden en herinneringen van vroeger aan haar vaderland, de hemel. Dat wordt nu uitgewist. De duisternissen, goede vrienden, nemen de stem aan van voor haar zondige mensen. En ze kent de objecties tegen het geloof, die overigens in de lucht gingen in die tijd. Thérèse leeft namelijk in het land van Voltaire, in de tijd van Renan. Ze kent ongelovigen zoals Tostin. Ze heeft goed weet van de anti-katholieke en anti klerikale journalist Marie-Antoine Jogan-Pagès, die zich leugenachtig voordeed als een bekeerling, alias Leo Taxil of Diana Vaughan. En die stemmen spotten. Thérèse, oh, je droomt van een vaderland. Van de schepper voor altijd te mogen bezitten, verheug je maar over de dood. Hij zal je de nacht van het niets geven. Elke geloofssituatie, goede vrienden, heeft een donker, nachtelijk aspect. Je gelooft, maar zonder nu te zien. Dat was voor Thérèse vroeger. Een vreugdevolle hoop. Ja, eens zal ik in volle klaarheid zien. Dit is een openbaarde, zekere werkelijkheid vanuit Jezus' woord. Dat er een hemel is, is een vaststaand feit. Maar, ja, in deze donkere geloofsnacht is ze zich opnieuw sterk bewust hoe Jezus bemind wil worden. Maar ook Hoezeer zijn liefde miskend en verworpen wordt. En daarom is zij bereid om het meest eenzame lijden geheel alleen te dragen. En ze smeekt daarbij om vergiffenis, vooral die mensen die het geloof niet hebben of het weigeren. Ze noemt ze haar broers en zussen. In haar geloofsnacht stelt ze zichzelf op gelijk niveau met de zondige, ongelovige medemens. Ze bidt om erbarmen, goede vrienden, in het meervoud. Mee vanuit haar eigen aanvechting. Ze bidt, Heer, heb erbarmen met ons, want. Wij zijn arme zondaars. Goede vrienden in onze huidige, seculiere en pluralistische cultuur, ervaren we Teres hier duidelijk als een nederige kerklerares. Ze toont ons de juiste beleving van ons kerkzijn met respect voor andere meningen en solidariteit met zoekende mensen. De UNESCO geeft ons een belangrijk signaal als ze Theres in 2023 zo wil eren. Haar unieke persoonlijkheid verfrist en bevordert ook vandaag menselijke en christelijke waarden. In dienst van de vrede en de verzoening, van respect en verbondenheid. Want onze Westerse maatschappij heeft behoefte aan echte zingeving van het leven. En uit zichzelf biedt zij dat niet aan. En daarom is het wijs als mensen in onze cultuur. Willen openstaan voor een gelovige duiding van het leven. Als mensen willen luisteren naar bijvoorbeeld echte heiligen, naar getuigenissen van vrede en verzoening, van geloof, hoop en liefde. Verhalen waarin het transcendente, waaruit de liefde voor een persoonlijke God voor elke mens blijkt. Dat mogen wij als christenen in deze tijd zelf beleven en op onze eigen manier durven verwoorden. Vooral daar waar mensen door de omstandigheden geen grond meer onder de voeten voelen, waar ze moeten vechten tegen de ontmoediging en de wanhoop. Met een beeld van Theres zelf, de tafel. Waar zij met de verdwaalde, zoekende medemensen aanzit, is gevuld met bitterheid, amertume. Ze eet het brood van de smart, douleur, en van de beproeving, épreuve. Daar wil ze de lijdende, biddende en liefhebbende Thérèse zijn, present. Daar wil ze als een goede zus voor haar broers en zussen om vergeving vragen, en ook voor zichzelf. Zo zit ze in de eerste plaats aan de tafel van de liefde, biddend, gevend voor allen. En wellicht denkt Therese de hierbij ook aan de eucharistische tafel. Het is een belangrijk motief in haar lijden, namelijk die mystieke solidariteit met de hele geloofsgemeenschap. In deze geloofsnacht is dit dan vooral toch met de ongelovigen, met de zondaars. Voor hen zit Theres dus aan die tafel van het bittere lijden opdat zij gerechtvaardigd mogen worden en Gods liefde mogen leven. En eens de lichtende fakkel van het geloof mogen zien, die Thérèse zelf in deze donkere nacht profetisch voor zich uitdraagt. In de nacht van het geloof, goede vrienden, is haar reactie dus het radicale geloof zelf. Jezus is mijn rots. Hem liefhebben als een rots. Ze schenkt. Haar diepe geloofszekerheid zo aan Jezus. Dat houdt haar recht en zelfs stralend als er bezoek is aan haar ziekbed. Maar tegelijkertijd neemt haar volwassen reactie en levenshouding toch die diepere geloofsvraag niet weg, goede vrienden. Dat is voor ons heel actueel als christenen. Binnen de seculiere maatschappij, want ook ons nadenkend verstand kan ons geloof in vraag stellen. En zo wordt het soms een eerlijk, zoekend, tastend geloven, dat dan opnieuw kantelt naar een stevig geloof. En hier zien we dus hoe groot die zogezegde kleine Therese wel is. Haar stevig geloofsantwoord is een hele bewuste keuze. Ze schrijft al geniet ik niet van het geloof, toch probeer ik daden van geloof te stellen. Ik denk dat ik sinds een jaar meer acten van geloof heb gesteld dan in mijn hele leven bij elke nieuwe aanleiding tot strijd stel ik naar mijn Jezus, ik zeg Hem dat ik bereid ben mijn laatste druppel bloed te vergieten om te beleiden dat er een hemel is. Als ze zo bidt, goede vrienden, geef toe, dan kan je niet spreken bij haar van afwezigheid van een liefdevolle God. Nee, nee. God is dus voor haar niet afwezig dood, stom, hard en koud. Nee, wel waar is dat het geloof voor haar vroeger... als een transparante sluier was... maar nu is dat geloof voor haar geworden als een muur... die hemelhoog opreist en het firmament bedekt. En dat spiegelt ook met het andere beeld... van die enorme donkere tunnel... Waar ze doorheen reist. In deze nacht van het geloof, goede vrienden, blijkt Thérèse meer dan ooit gelovig. Ze beleefde wel een natuurlijke onzekerheid, maar elke vrijwillig beaamde twijfel wijst zij af. Haar geloofsnacht slaat dus niet op het bestaan van God niet op de goddelijkheid van Jezus en niet op zijn verrijzenis, maar wel hierop: is er na mijn dood een hemel voor mij, of loopt alles uit op de nacht van het niets? Merk wel: Therese is zoekt het lichamelijke en spirituele lijden niet zelf, maar het onvermijdelijke. Leiden in het leven is wel voor haar een gelegenheid om haar belangloze liefde voor Jezus intens te beleven. Zo wenst ze ook goed te maken wat anderen door ongeloof aan de Heer tekort doen. Als Therese over haar geloofsnacht vertelt, is het ook. Een prachtig getuigenis van haar vreugde, haar humor zelfs, haar kunst om de dingen zelfs in deze nacht te relativeren. Bij alles houdt ze de eigenlijke kern in het oog. Je mag zeggen: een volwassen Teres kan dus leven met onvermijdelijke problemen. Je mag je Therese dus niet voorstellen als iemand die de wanhoop nabij is of die verbeten strijdt met knarsende tanden. Haar geloofsgevecht doorleeft zij met grote klasse en met wakkere aandacht voor elke concrete mens om haar heen. Ik besluit, goede vrienden, met een stukje uit een brief aan haar jonge geestelijke broer. Dat is een witte pater van Afrika, Maurice Belier. En ze verwoordt daarin haar intense geloofzekerheid in de hemel. Juist nu dit geloof bij haar in een nacht van beproeving is gehuild. Ah, je moet het maar doen. Ik zou u duizend dingen willen zeggen... Nu ik aan de deur van de hemel sta, maar ik sterf niet. Ik ga het leven binnen. En alles wat ik jou hier beneden niet kan zeggen, zal ik je doen begrijpen vanuit de hemel. Dank wel, goede vrienden, voor je aandachtig luisteren. Er is nog een blad voorzien. Voor je persoonlijke verwerking van de inhoud van deze conferentie. Daar staan gedachten in, vragen en korte citaten. Je hebt dat blad reeds digitaal ontvangen of je kan het zeker nog opvragen bij onze digitale contactmogelijkheden. Ik wens u graag. Tot ziens. Volgende zondag, 5 maart. Om 17.30 uur voor mijn tweede miniconferentie over Theres van Lisieux. En daarin laat Theres je weten wat je ook hebt uitgespookt. God blijft je haar zien. Het wordt dus een positief verhaal.